eens kijken hoe mooie lucht het is. Wauw. Het is gewoon een plaatje zo. Hele goedemiddag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karen. Karen en Roderick, dat zijn wij. Het is vandaag donderdag 9 september 2021. En zoals je kan zien is het net 2 uur geweest. Het is nu 2:05 ongeveer. Dus ja. En ik ga zo meteen straks om 2:30 auto rijden. Dus we nemen jullie gewoon gezellig mee bij deze gloednieuwe vlog. En we staan lekker voor de brug. Helemaal goed. Ja, helemaal leuk. Dus lekker in de auto. Ik ben lekker aan het rijden, ja, jongens. Motor ik uit, airconditioning uit. Heerlijk hoor. Filmen? Nee, helemaal niks. Echt niet? Piet, normaal. Ik ben niet normaal. Niet, waarom niet? Omdat je rijinstructeurs zijn niet normaal. Dus kan je een rijinstructeur worden. Wie gaat er nou rijinstructeur worden? De hele dag lang. Ja, jij? Ik niet. Dat is gekken. Ja. Die we proberen te vermoorden. Oh, Piet, echt niet? Nee hoor. Piet en Piet, dat is een hele lieve, aardige man. Ja. En Piet? Ja. Heb je nog wat te. Kijk, hè? Ik zie je gezicht weer tenminste. Hoi. Stop dan. Dat is hier die vrachtwagen. En dames en heren, gaat het allemaal goed met jullie? Ik rijd altijd zo bij Karin, want dan zie ik tenminste niks. Daar word ik ook niet bang voor. Kijk, eigenlijk zou ik zo lief dit doen, hè? Gewoon lekker die mondkapje van hem gezicht afdoen. Lekker gewoon tenminste je gezicht kunnen zien. Mooi, Karin mag vrij ademen. Nou, en dat doe je hem ook af? Nee. Het is nergens even nodig meer, man. Dus ja, dus dat. Nou schat, wat is nou een beetje aan de dure prijs dan? Nou, de Supreme Plus met 2,49 euro. Ja, is toch handig? Dat is een beetje aan de prijs. Nee. Ja, is toch leuk? Lijkt wel op oude guldensprijs in de tijd. Ja. Dus ja, met de komst van de euro is het niet duurder geworden, alleen het muntteken is veranderd. Dus dat scheelt weer. Ja. Precies dat. Alleen je salaris wordt naar beneden bijgesteld. Omgerekend, zoals dat heet. Ja. Zo. We verdienen een tientje per uur, nu krijgen we maar 4,50. Ja. Hier weer naar het. Ja. De Correcto Mundo. Parkeer een ADO, Den Haag vol P4. Ja. Precies. Tweede bocht nemen. Bochtje nemen. Oppassen. Niemand door rood, nee. Een beetje gas bijgeven naar zijn 3. Gas bijgeven naar zijn 4. Gas bijgeven naar zijn 5. Gas bijgeven naar zijn R van Rezen. Maar dat niet. Nee, dat lijkt me niet handig. Nou, wij gaan even naar de Lidl. Bij ons om de hoek. Lidl, de Chinees. Ja, bij de. Ja, nou, die Chinezen waar we toen hebben gehad en bij Wateringen. Gadverdamme, wat was die vies. Dat was erg lekker. Appa! Dat was vies, maar.
Ja, dat, en dat was echt vies bij, jongens. Bah, bleh. Nee. Maar als je dat niet beter weet, dan vind je het lekker. Ja, oké, okay, dat is, en dat is wel weer zo, maar nee. Het jij is, bent gewoon verwend met de Chinezen hier in de buurt bij jou. Ja. Dat is gewoon een topkwaliteit Chinees, ja. Dat is al het andere minder natuurlijk, denk jij dan. Ja, het is wel zo. Dus ja, maar als je ieder dat biefstuk krijgt, dan krijg je opeens kip voor geschoteld. Ja, dat is niet lekker natuurlijk. Zo, net op het nippertje. Ja, dus nee, wij gaan even verder even ouwehoeren zelf even praten wat er allemaal is gebeurd vandaag. En we gaan even naar de Lidl, als hij nog open is. Bij de Lidl. Ja, voor mij wel. Van mij mag dat, ja. Van mij mag het. Oh, wauw. Voor mij mag het, schat. Ja, helemaal top. Ja, we gaan nou toch binnen, jongens. Ja. En misschien weten jullie het. Het is een nooddorp. Dus als je bij het Hofpad vandaan komt. Deze beeld, wat houdt dat in? Dat gaat Latijnse teksten. Ja, maar oké. Zo snel kan ik het niet lezen. Nee, ik ook niet. Ik ook niet, maar oké. Maakt allemaal niet uit. Dag. Nou. Ja, ja. En hij gaat met de lift. Of toch niet? Nee, toch niet? Wauw. Had mij niks uit hen gemaakt, hoor. Hoeveel pijn ik ook heb, dat maakt mij geen ene fluit uit. Echt niet. Dat maakt mij niet uit. Ja, dat dacht ik al. Lekker muziek weer. Helemaal top. Ja. Oh ja, om het hoekje weer. Moest even denken. Ja, ik moest even denken. Helemaal goed. Helemaal top. Moet je eens kijken hoe mooie lucht het is. Wauw. Het is gewoon een plaatje zo. Kijk, hé. Gaaf. Ik heb deze geschuurd en wel. Ja. En deze ga ik nu eens nu even aanpakken. Ja, is leuk. Zo, en nou ziet hij dus er nu zo uit. Helemaal top. Ik ben er alweer helemaal blij mee. Ja, alleen nu nog even de onderkant. Maar ik laat hem dus nu even drogen.
En dan de rest, zeg maar. Ja. Ik ga deze vlog gezellig met jullie afsluiten. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het duimpje omhoog. Doe het belletje aan, want dan blijf je op de hoogte. Want elke dag om 2 uur komt er een vlog online. En laat een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie graag weer morgen bij een gloednieuwe vlog weer terug. Doodles!